heb je natuurlijk, hè. Je vraagt erom. Kom, zetten ze weer een heel leger van die rode in om bij jouw thuiswedstrijd de prijs weer te komen halen. Was al laatst aan de tegen. Joi, wat een mooi tractor. Nou, kijk, de oproep heeft kennelijk gevolg gehad. Ze luisteren goed. Wat dat betreft loop ik hier wel als een speer. Ja, we gaan aan de 9 ton beginnen. En we gaan eens even kijken. We praten hier dus over een proefstreek. Er is eigenlijk niks te winnen en te verliezen. Ja, het gaat er natuurlijk even om dat de sleepwagen de juiste afstelling vindt. Ja. Even een beetje de sleepwagen optrekken. En ja, die gaat gewoon naar de 100 meter. Want de bak staat boven. Er wordt niks zwaarder meer. En de gang zit er lekker in. En nou is de vraag alleen. Kijk even hoe ver die hem door de 100 meter heen kan trekken. Nou, volgens mij komt hij er gewoon bij de finish wel uit. Dus er is niks aan. Dus.